Yo mensen, welkom bij deze video op Game Dranken namelijk. Een klein vlogje en nee, zo'n dranken natuurlijk. Hey, welkom bij deze zomerdranken. Ik ben er weer en ik heb een leuke week gehad eigenlijk. En het is voor mij nog steeds vakantie, maar voor heel veel mensen is helaas de vakantie voorbij. Het zuiden moet heet helaas de vakantie alweer voorbij. En ik moet nog twee weken dacht ik. En jullie horen ook wat muziek. Want ik heb wat andere muziek gedownload eigenlijk op YouTube. En ik dacht van, oké, die ken ik wel. Want eigenlijk doet Vincent of Vincent Games. Die doet ook altijd die muziek draaien. Dus ik dacht van, waarom ook weer niet. En ik ben er weer. En jullie hebben natuurlijk ook die vlog gezien. Die dinsdag en zondag online kwam. Ik was bij de Tilburg Games geweest. Namelijk 29 juli was ik bij de Tilburg Games geweest. Of 28 juli, ik weet het niet meer. 28 juli dacht ik. En afgelopen vrijdag ben ik naar de Roa Deluxe geweest in Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa. En het was heel leuk, het was groot, die reuzen zijn ongeveer, nou, je kunt het niet geloven, maar ze zijn echt 12 meter. Ja, je zag het op beeld, maar als je daar echt in de S staat, nou, dan kijk je ook uit. Holy crap. En ik laat al wel wat foto's zien. Die ik heb gemaakt. En zo meteen gaan we echt naar het beeld toe, eigenlijk gewoon het beeld zelf. Waar het eigenlijk om draait. En laten we wel foto's zien. Even kijken hoor. Oh shit, deze is echt slecht gemaakt. Ik weet het. Shit. Oké, ik zoek even door. Kijk deze. Mensen die het niet wisten, dat is Oldenhoven. Jullie zien dat die scheef staat, maar vroeger was hij helemaal. Ze gingen eigenlijk. We gaan eigenlijk steeds hoger maken. Omdat, ik ga het niet over veel vertellen. Als je dat meer wilt vertellen, meer wilt horen, dan lijkt me het slim om even even op Wikipedia en naar Leeuwarden op te zoeken. Leeuwarden. Volgens mij staat hier onderin een beschrijving, onderin een ondertiteling. En dan kan je het eigenlijk gewoon overtypen. Als je Leeuwarden niet kent, de naam op. Ik is wel een beetje logisch die naam. En helaas vakantie is weer voorbij jongens, maar helaas. Trouwens heb ik last van mijn ogen op dit moment. Ik weet ook niet hoe het komt. En trouwens, ik had ook een video gemaakt. En dat was ik ga er niet veel meer over vertellen, maar ik vertel alleen wat er allemaal is gebeurd en zo. En ik had het op Vincent's stuk account gezien. Namelijk dat de eigenaar van Duinro helaas is overleden. Best wel erg van. En ik heb ook nog wat gehoord dat ik op NPO Radio 2 had ik gehoord dat er de brug in. Ik zag het kwam overal op het nieuws. En ik zat staan en de brug van Italië is ingestort en dan naar beneden. En ik verder ga ik er niet meer over vertellen, want dat is eigenlijk niet echt. Ja, het is wel interessant, maar. Ik weet niet of je daar echt behoefte aan hebt op mijn kanaal. Maar ja, het gaat meer in mij wel echt om pretparken. Maar ik vind het ook erg wat daar is gebeurd. Verschrikkelijk vond ik het erg toen ik het hoorde. En we gaan op naar de. Kan je wel heel goed. Ja. Op naar het scherm. Ja, welkom terug. Jullie zien het scherm. En Roa Deluxe natuurlijk. Ik ben nu aan het bewerken. Twee was ik aan het komen op tv en meer spelen. Ook een hele leuke video geworden. En ik merk iets aan mijn weergave. Ik weet het niet, maar soms zijn mijn weergave negatief. Dat is echt als ik gewoon. Misschien heb ik wel ongeveer 9 weergaven. En in andere video's 30 weergaven.
Zoals bijvoorbeeld Rollercoaster Tycoon 3. Maar ik snap het persoonlijk wel. Want ik snap het echt persoonlijk. En omdat het komt, omdat in die serie heb ik het alleen over gepraat. Zoals bijvoorbeeld deze serie. En bij nou, bijvoorbeeld Dronecraft of zo, daar is meer echt. Ja, hoe kan je dat zeggen? Interactief. Ikzelf. En Rollercoaster Tycoon 3 is ook best wel populair. Een nostalgische game. Ik merk wel dat Rollercoaster Tycoon 3 best wel populair is. Dat komt denk ik misschien door Planet Coaster, want dat is ook een beetje hetzelfde als Rollercoaster Tycoon 3, maar dan iets nieuwer. 2.0 eigenlijk een beetje. Ik zit echt veel te praten, sorry. En ik heb trouwens ook een. Ik laat jullie een beetje achter de schermen zien wat misschien interessant is. Want ik maak meestal altijd heel veel foto's en daar hou ik altijd heel veel van. Maar wat mij eigenlijk mijn. Nou, hoe kan je dat zeggen? Wat mijn specifiek gedachte is, wacht even, ik moet even doen. Dit even zo, hoppa. Kijk naar beneden. Wat trouwens mijn opnameprogramma, want dan hoef je niet te zien wat opnameprogramma ik heb. Maar ik sleep het even omhoog. En jullie zien het. Dit is het logo die ik altijd gebruik. Hoe kan je dat zeggen? Deze thumbnail gebruik ik altijd. Ik maak als het bijvoorbeeld een game video is, dan zet ik altijd een gele balkje beneden en een geel balkje omhoog. Dat doe ik altijd de bovenkant en de onderkant. Dat zijn eigenlijk de kleuren van het kanaal, want als je kijkt bij YouTube. Als ik even bijvoorbeeld. Ik ga naar YouTube. En nee. Ik doe even dit rotding omhoog. En zoek even Game Dramco. Kijk. En dan zie je het aan dit. Dat eigenlijk. Die gele lijn daaronder, dat is eigenlijk die ik altijd gebruik in het video. Kijk maar bij CMFLOG67. Dan zie je wel dat ik altijd het logo, de naam van de serie, zet ik altijd bovenaan al in de hoek. Titel een beetje random en dan sommige paar foto's en dan onderaan de logo van Game Drunk. Dat is eigenlijk altijd mijn thumbnail geweest en dat gaat nooit meer veranderen, denk ik. Misschien hebben mensen nog een ander idee voor een thumbnail, maar dit vind ik echt een heel mooie thumbnail. Heel simpel, maar wel heel leuk voor mijn kanaal. Het geeft wel een beetje. Maar dit vind ik echt serieus mooi. Ik wist nog niet hoe ik dit ging maken. Ik had eerst een ander idee. Had ik het logo in de hoek gezet. Van de Royal Deluxe. En toen was dit allemaal kaal. Waar nu Royal Deluxe Leeuwarden 2018 vrijdag staat. Het was allemaal kaal. En toen heb ik daar wat toegevoegd met het logo. En mijn naam. Dat is eigenlijk privé, maar toch. En dit soort dingen, die afbeeldingen, dat vind ik echt gaaf gedaan. Het logo hier ook bij en dat reus op de achtergrond, ik vind dat echt sick. Dit is trouwens nog een foto, de Tilburgse kennis kwam op de radio. Dat is ook natuurlijk een hele leuke vlog geworden. En een lange video, serieus, 8 minuten. Volgens mij. Ja, en natuurlijk ook het intro erbij en dan is het dubbel op. 95 seconden. En ik kwam op de radio en deze heb ik zelf gemaakt. Een beetje simpel, maar wel heel leuk met het logo. En Hessel zit hier met ik weet niet wie het was, Domien denk ik. En ja, Vincent en Mitchell, dat is hele slechte kwaliteit, ik weet het. Maar dat komt ook omdat het in één foto is geëdit eigenlijk. Deze heb ik zelf gemaakt, deze heb ik zo net gemaakt. Leuk beetje. Heb ik 17 augustus gemaakt. En ik vind het zelf wel heel mooi geworden. Dit is trouwens een afspeellijst, dronken afspeellijst van elke donderdag om 5 uur. Dat heb ik zelf gemaakt en ik vind het wel mooi gemaakt. Serieus, met een shaderspak aan, lekker bezig. Oh ja, dit was het oude logo van mijn dronken afspeellijst. Ik vind het heel simpel. Maar als je nu kijkt naar mijn logo's en zo, naar mijn thumbnails, dan zie je wel een beetje verschil. Dit vind ik ook leuk gedaan. Ook best wel simpel, maar heel leuk.
die gebouw had afgeschroomd en dan Den Haag vlog stoplichten duurde te lang. Ja, dat was... Ik kan me dat nog herinneren. Toen was ik met mijn school op kamp. En toen hadden wij... waren we in Den Haag. En toen gingen we die stoplichten wachten. Maar het was een drukte. Het was extreem druk. Was ook bijna de avondspits aangetikt. Maar wat een drukte was die dag. Serieus. Ik had echt niet verwacht. En ja, dat hoort erbij, want je zit bij de Randstad en dan is het ook wel druk. Maar ik vind het wel leuk gedaan en ik ben nog steeds trots hierover. Oh ja, deze man, dit was de Duinerel eigenaar en die helaas overleed. Ik vind het heel sneu voor hem. En ook heel sneu voor de familie. Sterkte aan iedereen die fan is van Duinerel en familielid van deze man. Echt respect. Echt gecondoleerd eigenlijk. Nou, dit. Oh ja, deze foto is best wel grappig, want ik zat in die attractie. En toen moest ik de telefoon aangeven, want aan iemand aan Mitchell geven, maar. Mitchell gaf het niet aan. Dus ik ging helemaal zo uitsteken en dan ging Mitchell weer een foto maken. Ja hoor, nou, Mike gaat gewoon maar. Jou dan naar Mitchell. Maar. En toen had ik die telefoon zo. Want dat ding gaat zo hard, jongen. Ik ga hier de suiker aan duwen en als die telefoon eruit vliegt, ja, dan is deze dingen niet meer. Oh, deze is ook leuk. Oh, dit vind ik ook een leuke foto met Vincent en Mitchell en ik natuurlijk. Hessel. Poseidon. Nou, dat waren eigenlijk al die foto's, maar ik heb nog meer foto's. Die ga ik even bijpakken, dat is goed. En ik laat deze foto nu zien. Namelijk, ik had deze foto gemaakt, opgezocht op internet en toen had ik het logo en zomerdranken. Erg triest nieuws. Er was met die man en die brug natuurlijk. Maar dat heb ik verwijderd omdat ik vond het zelf een beetje, ja, hoe kan je dat zeggen? Het hoorde niet echt bij mij. Het hoorde niet echt bij mijn kanaal. Ik heb eigenlijk het zonnetje niet bijgezet, want dat is best wel een trieste video. Maar ik heb hem uiteindelijk weer verwijderd eigenlijk. Dus daarom, dat was dat. Ik ben nog middeloog. Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk. Voor de serie, natuurlijk. Nou, dit is ook een logo. En ik zet hem even verder naar die kant, opa. En die andere kant natuurlijk. Kijk. Oh, kijk. En Dronken heeft 123 een grote jubileum. Ik vind dat ze allemaal heel leuk gedaan met dat... Die shadespack en dat droomkreep en de dronken 123 en logo natuurlijk. Dat is altijd mijn vaste dingen, hè. En wat ik nou jammer vind, wat nu jammer is, dat eigenlijk heel veel dingen kan ik niet openen. Kijk maar, dit zou verder niet worden weggehaald, werd mogelijk niet genoeg geheugen beschikbaar. Ze heeft enkele programma's die je niet gebruikt, of maak ruimte op de harde schijf vrij. Als deze bijna vol is, probeer het vervolgens opnieuw. Dat ga ik niet doen. Dat winning is spelen. Oh. Ja, dat is ook, een oude logo. Elke woensdag en zaterdag een minigame. Daar had ik altijd een video om. Vroeger had ik altijd een video van om 3 uur en om 5 om 7 uur. Het was altijd 2 video's op een dag. Ik dacht van, nou, dat vind ik te veel. En dat zei Alex ook, want dan hebben mensen eigenlijk niet de tijd om de hele video te kijken. Alex heeft gelijk. Shout out naar Alex. En hij heeft echt persoonlijk gelijk. En dat snap ik ook persoonlijk. En dan heb ik het zelf ook niet heel druk eigenlijk zo. Want ik had vroeger echt heel druk met video's maken, video's uploaden en zo. En had ik geen tijd om een thumbnail te maken. Zo druk had ik het. Gewoon op YouTube plaatsen en hoppa. En plannen. Minigames spelen 173. Parcours in It's Yeti. Ze wordt voorbereid. En ik had trouwens ook een reactie gekregen van minder dan Vincent, natuurlijk. En ik snap hem dan wel, want ik was zelf van, ik zei, Vincent zei je mooi hè, ja, en ik had in die video dronken, 105 jaar, in ieder geval, ja, 100, ik weet het zelfs niet meer, 125 denk ik. En ze had Vincent geantwoord, mooi hè? Ja, en een vraagteken, een uitroepteken, een vraagteken. Ik snap hem persoonlijk wel.
Want ik zei in deze aflevering heel veel: oh my god, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. En ik snap persoonlijk wel Vincent. Want ik zei telkens: mooi hè, mooi hè, mooi hè, mooi hè. Zo stom was het. Ja, ik was echt enthousiast en zo. En ik zou het volgende keer beter aan doen. Ik zei toen zeker weten. En toen had ik de. Ik was toen in de auto richting mijn huis. Want ik ging op vakantie natuurlijk. En toen zag ik. Want ik zag die reactie. En in de auto, waar we bij een tankstation. Had ik de reactie van lezen. Oké mensen, ik had een hele erg. Want ik hoorde een keer iemand praten. Donder toch op, iets. En toen. Ach, ik heb wel even een hart in de keel. Ik dacht, zit dat gewoon. Ik dacht gewoon, zit dat iemand hier gewoon voor de deur stond. Een beetje te hangbangen of zo. Bij die deur een beetje zo stond. Oh, ik had even de hart in de keel. Excuses. Maar, ik zat in de auto. En toen, kom maar gelijk, ik word gek. Ik vind het echt serieus gewoon niet leuk hoor. En toen had ik die reactie gelezen. En toen. God. Jezus, ik heb echt de hart in de keel gekregen. Serieus. Want ik had dat niet verwacht. Jezus. Maar toen had ik de reactie gelezen toen ik in de auto zat. En toen zat ik die reactie te lezen. En toen zei ik, zeker weten. Mooi hè, zeker weten. En toen kwam ik thuis en had ik de video gekeken en toen. En toen snapte ik Vincent wel eigenlijk. Maar dit was de video. Ik hoop dat jullie het vonden. Like, duim achter. Abonneer op de kanaal. En ik zeg je tot in deze nieuwe video van Zomer met Ramco. Doei. Ik heb best wel een erge seks net. Excuses voor de eventuele ongemak.